De Metal Factory is een beroepsopleiding voor mensen die helemaal into metal zijn en die zelfstandig willen ondernemen. En ik wil ze graag laten ontdekken om die drive te krijgen. En dan maakt het mij eigenlijk nog niet eens zo uit of ze dat dan gaan doen ook in die metal scene. Als ze maar aangezet worden tot denken, tot groei en tot het vinden van een plekje in de wereld. Waarom wij in eerste instantie Metal Factory hebben opgestart, is omdat wij bij veel muziekopleidingen in Nederland zagen, bij audities, dat daar altijd wel een paar, wij noemen het inmiddels de verloren metalheads, terechtkwamen. Daarnaast is er ook vraag vanuit de markt. Metal genre is een genre wat niet te onderschatten is. Qua verkopen, qua tours, noem maar op, er is werk genoeg. Dus wij vonden tijd voor zo'n opleiding. Mijn interesses qua organisatie van evenementen, qua muziek maken en muzikant zijnde, dat allemaal samenkwam in één plek en dat is voor mij Metal Factory. Ik dacht ja, ik ga het gewoon proberen en sindsdien zit ik hier op de opleiding en het bevalt me eigenlijk heel goed. Ik wil eigenlijk metaalbewerking doen. Ik wil muziek maken en dat is sowieso in de punk of in de metal, dus dan is dit eigenlijk de uitgelezen kans voor mij. Om mijn skills te verbreiden op mijn instrument. Je bent daadwerkelijk bezig met je doel en daadwerkelijk ook met je passie. Ik geef twee vakken, dat is drum skills en daarnaast ben ik bandcoach. Wij krijgen business zodat je ook weet hoe de muziekwereld in elkaar steekt en hoe je bijvoorbeeld optredens moet boeken of met contracten om moet gaan. Je hebt niet altijd een manager. De meeste beginnende bands hebben juist geen manager. We worden daar begeleid met het schrijven van nummers. Je moet je eigen repertoire schrijven en uiteindelijk ook opvoeren en daar word je op beoordeeld. De sfeer hier is superleuk, want iedereen kan gewoon zichzelf zijn. Perfect, want ja, het is gewoon altijd heel gezellig, iedereen is heel gemotiveerd en dat motiveert anderen natuurlijk ook weer. Dat is helemaal niet waar. Natuurlijk wordt er met elkaar gekut, maar dat hoort erbij. Alles is uniek, de locatie is uniek, we zitten hier in Dynamo, het grootste jongerencentrum eigenlijk van Nederland. Dynamo is een ideale plaats voor een metal factory, omdat Dynamo ademt metal. De jongeren krijgen hier de kans om zich eigen te ontwikkelen door middel van het boeken van bands, het opzetten van shows, het programmeren van shows. Wat de Metal Factory uniek maakt, is dat iedereen echt een eigen persoonlijkheid is, een uitgesproken persoonlijkheid. En toch iedereen gewoon met elkaar samen kan werken. Op de Metal Factory kun je ook danslessen nemen. Vooral de tango is populair. Stijldansen doen wij ook. Het feit dat je hier gespecialiseerd wordt in één specifiek genre. Begeleiding van bekendere artiesten die weten hoe het vak helemaal in elkaar zit. Je zit met alleen maar metalheads op school, dat heb je eigenlijk nergens anders. Metal Factory is in principe voor iedereen die een toekomst binnen de metal branch of in ieder geval de hardere muziekgenres ambieert. Het belangrijkste is misschien nog wel een goede motivatie om hier te komen studeren. Dus een goed idee hebben van wat wil ik met mijn toekomst binnen die metal muziek.